De fractieleider van de VHP, Chandrika Prasad Santokhi, wil een extra paragraaf in het ontwikkelingsplan 2017-2021. Die paragraaf moet betrekking hebben op het buitenlands beleid of de internationale samenwerking in het kader van mondiale, regionale en nationale ontwikkeling. Santokhi sprak gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Voorzitter, laten we kijken naar het huidige beleid op het gebied van buitenland. En met name ga ik issues presenteren, voorzitter, die zorgwekkend zijn voor de korte, midden, lange en lange termijn ontwikkeling van ons land, voorzitter. Voorzitter, we kunnen als land geen onverantwoorde houding aannemen met betrekking tot buitenlandse beleid. We zien namelijk dat bij het aantreden van de regering, en we zien dat het nog steeds doorgaat, dat de soevereiniteit op een systematische wijze wordt aangetast, voorzitter. En de president staat aan het hoofd van de regering verantwoordelijk voor het buitenlands beleid, voorzitter. Kijkt u naar onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter. Vele van de concessies die afgegeven zijn, zijn in handen van buitenlanders gekomen, voorzitter. Kijken we naar de inkomsten uit onze goudsector, dan gaat de inkomsten die bestemd was voor de duurzame ontwikkeling van het land, voorzitter, naar aflossing van schulden aan buitenlanders, voorzitter. Voorzitter, we zien ook namelijk dat, wat ik net genoemd heb, ons oppervlakte drinkwater, voorzitter, is als concessie afgestaan aan het buitenland, voorzitter. De belangen van Surinaamse ondernemers zijn ondergeschikt gemaakt aan buitenlandse ondernemers, voorzitter. Vele van onze gelden gaan naar dure buitenlandse consultants, nog steeds, voorzitter. Het lid Rashid Doekhi antwoordde hierop dat diverse vergunningen tijdens de zittingsperiode van de regering waar Santokhi deel van uitmaakte, zijn uitgegeven. Het siert hem en vooral de positie van hem, voorzitter, niet wanneer hij moedwillig, willens en wetens hier verkondigt dat de minister van NH vriendjes, ja, vergunningen geeft om zand af te graven op de Braamspunt. Laat mij u zeggen, al de mensen die de vergunningen hebben, deze vergunningen zijn door hem in zijn tijd en door zijn regeringen gegeven. Santokhi ging niet nader hierop in. Wel reageerde hij op de opmerkingen ten aanzien van het besluit van de president om een vergunning te verlenen aan een ondernemer om ons oppervlaktewater te exporteren. Volgens Santokhi moet dit besluit worden teruggedraaid.